Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga korte boodschappen doen voor de 12 tekens. De hoogste tijd. En ik ga het doen op de volgorde van de dierenriem. De ram, de stier, de tweelingen, de kreeft, de leeuw, de maagd, de weegschaal, de schorpioen, de boogschutter, de steenbok, de waterman en de vissen. Ik ben zo benieuwd. We gaan beginnen met de ram. Ik zal proberen om het kort te houden. Ik pak intuïtief de kaarten. En ik begin bij de tea leaves. Kijk eens, er valt er alleen. Deze moeten even weg. Alle ruimte voor de ram. 12 boodschappen voor 12 tekens. Kijk eens. Ik wil er nog één voor de ram. Welke tea leaf moet eruit? Welke tea leaf moet eruit? Wat is er voor de ram? Wat moet je weten, ram? Ik wil 3 tea leaves. Ik wil 2 Colette kaarten. 2 Colette kaarten voor de ram. Ik hoop dat je het goed maakt, ram. Oh, kijk eens. Oeh, heel blij mee. Oep. Kom maar op. Kom maar op, ram. Je hoeft niet bang te zijn. Ik voel wel onzekerheid. Dit wordt hem. En dan wil ik nog afsluiten met een verborgen waarheid. Een verborgen waarheid voor de ram. Een antwoord op een vraag die je maar niet beantwoord krijgt. Een gedachte van jezelf over iemand waarmee je te doen hebt, te dealen hebt. Hop, zijn er te veel? 1. Kaart met de verborgen waarheid. Een onuitgesproken waarheid. Kijk eens, die moet het zijn. Daar gaan we. Ram. Successful outcome to your problems. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Het geeft alleen wel aan dat je ergens in de knel zit. Er zit ergens een knelpunt, een dilemma. Een antwoord op een vraag die je niet weet, kan heel goed hiermee te maken hebben. We gaan verder kijken. A sincere wish will be granted. Het is geweldig. Dit vind ik nou zo ongelofelijk. Er is hier een ram die te maken heeft met het oog van de naald. Het oog van een sleutelgat. Er is ergens iets met een oplossing. Ik heb bijna de neiging om te zeggen een ram die ook door een sleutelgat wil kijken. Naar jezelf, naar een ander. Er is iets wat gezien moet worden. Het heeft te maken met een oog, maar het heeft ook te maken met een iets wat aangereikt gaat worden. Iets wat net misschien wel per toeval op je pad komt als oplossing. Iets wat je namelijk niet kon zien. Het is heel bijzonder. En het is tijd voor een mentale of een fysieke vakantie. Ik denk dat er hier een ram is die meerdere vragen heeft. Je zoekt naar antwoorden, je zoekt naar antwoorden. En er is hier iets, het lijkt wel alsof er iemand waarmee je te maken hebt, of jijzelf, door het oog van de naald kruipt. Maar dat is niet negatief. Het heeft te maken met een bijna toevalstreffer, omdat je er niet op kon komen. Vraag me niet waarom ik zeg wat ik zeg. Boodschap van liefde. Een boodschap van liefde. Dit heeft ook te maken met een oplossing, met een uitkomst, met een antwoord. Er is hier een ram die zich druk maakt in de zin van, hoe zal het nou zitten? Hoe zal het nou zijn? Zeg ja, doet nee. Er is hier een ram in verwarring. En die verwarring heeft alles te maken met niet weten hoe iets zit. Ik ben zo benieuwd naar deze kaart. I wish I had treated you better. Nou, ram.
Er is hier een heel duidelijk antwoord op een vraag. Het is ongelooflijk. Zeg ja, doet nee. Er is hier een ram die te maken heeft met iemand die eigenlijk jou in raadselen achterlaat. Je weet niet waar je aan toe bent. Je weet niet hoe diegene denkt. Je weet niet hoe de intentie is. En op een of andere manier kom je er niet achter. Maar er komt een oplossing voor jouw vraag, voor jouw probleem. Want jouw vraag, vragen, dat is eigenlijk gaan naar een probleem gaan groeien. Het is een probleem. Je zit te piekeren. Je hebt ook inderdaad rust nodig. Rust nodig. En die hangmat doet me ook denken aan malen, aan piekeren, hè, in de verkeerde tijden. Maar je mag die hangmat nu gaan gebruiken om je hoofd leeg te maken. Er is hier iets en ik krijg heel erg het gevoel dat je op de drempel van de deur, dat is op de drempel van de deur, er is iets wat je ternauwernood achterhaalt. En hier is een antwoord wat er voor jou ligt. I wish I had treated you better. Er is iemand die jou niet oké behandeld heeft. Ik laat het hierbij. We gaan naar de stier. Het is heel bijzonder, maar het is een mooie boodschap, Ram. Oké, we gaan naar de stier. Wat is er voor de stier? Stier, kijk eens. Nog eentje. Ik wil nog één tea leaf voor de stier. Er zijn er veel te veel, maar ik pak de eerste. Die moet eruit, die is dominant, dat voel ik. Ik wil 3 coletkaarten, 2 coletkaarten. Dat zijn er te veel, ik wil 2 coletkaarten. Dat zijn er te veel. Wat is er, stier? Ja, je bent zenuwachtig, ik voel zenuwen. Heeft ook met deze kaart te maken. Ik vertel het je zo. Wat is de boodschap voor de stier? Welke coletkaarten zijn er voor de stier? Dat zijn er te veel. Deze 2 moeten blijven. En dan hier nog een goed bewaard geheim. The hidden truth, iets wat je niet weet of iets wat je wel weet, maar een ander nog moet vertellen. Er is iemand die het niet weet. Het antwoord, het denken, de gedachte. Deze moet het zijn. Het ligt hier allemaal. Stepping into a new experience. Er is hier een stier die iets nieuws gaat proberen. Ik weet niet of je het zelf al weet. Ik voel koud water, cold feet, hè? Cold feet en koud water. Je zou je liever terug willen trekken. Je wil iets, maar je zet jezelf ook op de rem. Je wil gassen, je remt. Je wil gassen, je remt. Je wil eigenlijk je comfortzone niet uit. Maar je weet dat je toe bent aan iets nieuws. Je weet dat je anders in rondjes blijft draaien. Er is hier een stier die heel goed weet, als ik wil groeien, moet ik iets doen. Er is hier een stier die wacht op iets. Een pakketje, een brief, nieuws, een appje, een mail. Je zit ergens op te wachten. Waar wacht je op, stier? Een ander gaat het niet voor je doen. Misschien is het goed dat je zelf het initiatief neemt. En dat je niet in de wachtstand gaat en niet in de hoopstand gaat. Maar dat je zelf actie onderneemt. Elke dag dat je eerder iets gaat doen, betekent groei. Betekent groei. Wat het dan ook is, waar je ook mee bezig bent. Het is zo zonde van je tijd om te gaan wachten. Het is ongelooflijk. Ik zag de kaart natuurlijk net al toen die eruit viel. Maar dit heeft te maken met een teleurstelling. Die teleurstelling heeft ook te maken met wachten. Knip je verlangen door. Knip je teleurstelling door. Knip je verwachting door. Dit heeft heel erg duidelijk te maken. Het geeft het ook aan. Disappointment in some affair. Wat het ook is. Het kan zijn dat er een collega is die jou
op een of andere manier enorm teleurgesteld heeft. Iets wat je totaal niet verwachtte. Het kan een liefdespartner zijn. Het kan iemand zijn op afstand waar je een hunkering naar hebt. Een bewondering voor hebt. Maar het kan ook een moeder zijn. Of een zus. Of een buurvrouw die iets doet. Knip je verlangen door. Ga werken aan je verwachtingsmanagement. En het is heel goed, hè? Als je dingen uitprobeert, kun je ook teleurgesteld worden. Maar dan probeer je ze in ieder geval uit. Dit gaat de goede kant op, maar probeer het maar eens. Probeer het maar eens anders te doen dan dat je deed. Ik ben zo benieuwd. Kijk nou, tegenstrijdige of onderdrukte gevoelens. Een stier met onderdrukte gevoelens. Op een of andere manier ben je geneigd om de uitkomst van iets aan een ander te laten, in plaats van dat je zelf al actie neemt, in plaats van teleurgesteld te gaan zitten. Dat is wat ik hier zie. Je bent teleurgesteld, maar je doet er niks mee. Je kunt ook denken, ik gooi het aan de kant en ik ga mijn eigen pad. Is het waar? De teleurstelling zit in jou. Want mocht je iets verwachten, was je verwachtingspatroon wel oké? Okay? Klopt het wel? Mocht ik verwachten dat een collega dat voor mij deed? Of dat een zus aardig zou reageren? Ga het maar eens na bij jezelf. Ga het na bij jezelf en hou het bij jezelf. Ik ga deze kaart omdraaien, want ik ben zo benieuwd. I don't react when people mention you. Er is hier iets wat met familie te maken heeft. I don't react when people mention you. Ik heb het gevoel dat het met familie te maken heeft. Het heeft te maken met teleurstelling. Het is iemand waarmee de stier te dealen heeft die zichzelf niet wil laten zien. Iemand die ook eigenlijk, het lijkt er wel op alsof er hier een stier is die te maken heeft met iemand die eigenlijk jou niet wil kennen in een collectief. Iemand die misschien het liever één op één houdt, of geheim houdt, stiekem houdt. Maar er is hier iemand die jou niet wil her- of erkennen. Ga dat eens na voor jezelf en gebruik je eigen been om ergens in nieuw water te stappen. In plaats van dat je het laat afhangen van een ander. Onderdruk je gevoelens niet. Oh, het is zo duidelijk. Het is zo duidelijk. We gaan gauw door naar de tweelingen. Tweelingen, wat is er voor jullie? Tweelingen, wat is er voor jullie? Ik wil 3 tea leaves. 3 tea leaves. Oh, 3 tea leaves. Mocht je lid willen worden, schroom niet om dat te doen voor €4,99 per maand. Je kunt vanzelf lezen in de posts wat je aan voordeel krijgt. Kijk, ze floepen er meteen uit. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil eerst nog 2 Colette-kaarten. En uiteraard hebben we ook de gewone readings. Maar ik zal het wat meer gaan verdelen voor de leden en voor de gratis abonnees. Tweelingen, wat is de boodschap voor jullie? Ja, je bent niet helemaal senang met jezelf. Je gelooft niet helemaal wat je mag vertrouwen. Dat is wat ik al zie. Kijk eens, het zijn er 3. Ik moet ze laten. Ego, er speelt hier een ego. Dit heeft te maken met dit. Ja. Je mag je intuïtie vertrouwen, maar op een of andere manier proef ik hier een tweelinge die zichzelf na de intuïtie, na het intuïtieve gevoel, onmiddellijk in de redeneringen slaat. Onmiddellijk gaat rationaliseren. Je ego neemt het over van je eerste gevoel. Dat eerste gevoel is voor jou moeilijk om vast te houden. Emotionele lijn. Je hebt te maken met iets waar je aan vastgeklit zit. Een ander persoon of misschien wel spullen
of een huis of een baan. Er is iets en dat geeft niet, hè? Maar het geeft hier een beetje het gevoel alsof je niet je intuïtie wilt volgen om het anders te gaan doen. Je ego trekt je elke keer weer terug. Waardoor je niet uit je comfortzone durft te komen en in je zogenaamde veiligheid wilt blijven. Die veiligheid is schijnveiligheid. Die is gebaseerd op oud gevoel. Dat is wat ik hier zie liggen. Een tweelingen waar het ego dwars zit. Het ego heeft je zo te pakken. Kon je het maar omdraaien en de intuïtie voorrang geven door het vast te houden en ernaar te handelen. Ga maar wat meer naar de natuur. Een tweelingen die wat meer mag aarden. Je zit te veel in je hoofd. Je lichaam is er ook nog, maar je bent aan het schakelen met je hoofd en de rest is er niet voor jou. Dat is de reden waardoor je niet uit je situatie komt waarbij je toch met je gevoel elke keer weer denkt, ik wil het anders. En deze kaart, fantastisch, die kaart geeft aan dat je op het goede pad zit. Ergens op een bepaald thema zit je op het goede pad. Maar dit geeft ook aan dat je je bewust bent van het feit dat je in je hoofd zit. Het feit alleen al dat je dat weet. Het geeft het zo aan. Fantastisch. Het is mooi. Kijk nou eens. A goal-oriented person. Dit heeft te maken in deze boodschap. Want de kaarten zijn natuurlijk altijd een combinatie, hè? Met mijn intuïtieve inzicht en de energie die ik voel. Maar dit is ongelooflijk. Dit heeft te maken met dat ego. Je bent zo doelgericht. Je bent zo rationeel. Misschien moet je ook letterlijk financiële targets halen. Waardoor je daarop gericht bent. Maar je gevoel, die zegt wat anders. Met name als je 's avonds in je bed ligt. Je gaat daar een keer uitbreken. Dat komt goed. Maar ga maar eerst eens even lekker naar de natuur. Als je daar te weinig komt. Om te ontspannen. Kreeft. Hallo Kreeft. Wat is er voor jou? Ik moet even de kaarten terug doen. Wat is er voor jou, Kreeft? Ik ben zo benieuwd. Het zijn pittige boodschappen. Kreeft. Kijk eens. Een tijger. Een tijger. Ben je een prooi, Kreeft, voor iemand? Zit er iemand op je te azen? Maar dan bedoel ik meer in de zin van dominantie. Ik ben heel benieuwd. Colette-kaarten. Ook terug de kaarten. Het is ongelooflijk. Er liggen hier meerdere dieren. Oeps, veel te veel natuurlijk. Wat is er voor de kreeft? Kijk eens, die danst. Deze zit verkeerd om. Eén. Kijk eens, het zijn er twee. Dat mag. Ik heb bij de tweelingen volgens mij geen hidden truth. Die ga ik toch nog even doen. De hidden truth bij de tweelingen. Kijk wat voor jou resoneert. Je weet het meteen als je het hoort. Of het met jou te maken heeft. Is het iets in jouw gedachten of in de gedachten van de ander? Ik zal het heel even zo doen. Sorry tweelingen, maar je hebt ook recht op deze kaart. Je moet het gewoon weten. I wish I could share my good news with you. Wauw, wauw, wauw. Tweelingen, als je uit je hoofd gaat komen en je gaat het minder zitten analyseren, dan lukt het je om je nieuws vanuit je hart met een ander te delen. Dat is wat ik hier zie. Je wilt graag iets delen, maar je bent zo, je bent op je hoede, je bent op je hoede. Je zit in je hoofd, je weet niet of je er goed aan doet. Je telt de plussen en de minnen. Kom maar uit je hoofd en probeer 's nachts te bedenken hoe je het de volgende dag kunt gaan delen. Wauw, wauw, wauw. Kreeft. Welke kaart moet eruit voor jou? Oh, tweelingen, je zit zo in je hoofd. Kreeft, hoe is het met jou gesteld?
Hoe is het met jou gesteld? Kun je ontspannen? Kun je ontspannen? Die moet het zijn. Oké, daar gaan we. Er ligt hier een ring. Letterlijk een ring. A marriage will take place. Of een, van, maar dat kan ook een commitment zijn van hè, een romantische aard. Hè? Het hoeft niet een huwelijk te zijn. Het kan zakelijk zijn. Er is hier een kreeft die gaat een commitment aan. Waarom heb ik het gevoel dat je misschien een commitment met jezelf aangaat? In de zin van, oké, dit is wat ik ga doen. Ik ga me focussen. Ik wil me committen aan iets. En wat dat andere is, weet ik niet. Het kan een man zijn, een vrouw zijn, een liefdespartner, een businesspartner. Misschien een nieuwe baan of een contract van wat voor aard dan ook. Wauw. Protection from a powerful friend. Dit is ongelooflijk. Dit heeft te maken met invloed. Er is hier een kreeft die zich heel erg laat beïnvloeden. Wat betekent dat? Waarom zeg ik dit net? Waarom zeg ik dat? Ik wist deze kaart nog niet. Dat je een commitment aangaat met jezelf. Misschien heb je wel een keiharde belofte gedaan aan jezelf. Van ik ga dit nooit meer doen. Of ik ga dit voortaan zo doen. Een afspraak met jezelf. Het kan te maken hebben met last hebben van beïnvloeding van anderen om je heen. Of het nou familieleden zijn of vrienden. Mensen die overal wat van vinden. Iets wat je met ze deelt, waarbij het meteen de kop wordt ingedrukt. Of wat dan ook. Kijk hoe het voor jou bedoeld is. Doing something risky. Taking a chance. Dit heeft te maken met dat commitment, kreeft. Er is hier een kreeft die gaat iets doen. Je gaat iets doen. Misschien ga jij wel met dat been wat bij de stier kwam. Heb je misschien iets met een stier te maken? Ik heb het gevoel dat je je horizon gaat verbreden. Maar dat je inmiddels geleerd hebt dat je het voor jezelf mag houden. Voordat je het met anderen gaat delen en weer beïnvloed wordt. Je kent jezelf. Kijk eens. Je gaat uit je comfortzone. Je gaat, ik wou zeggen, uit je slof. Maar je gaat, het is ongelooflijk, ik heb het net over het been bij de stier. Kijk nog even naar die boodschap van de stier. Op een of andere manier ga je een andere stap zetten. Een stap voorwaarts, een stap zijwaarts. Het gaat niet om beter, maar het gaat om anders. Het kan zijn dat je inderdaad je letterlijk hè, je schoenen uitdoet omdat je in andere schoenen gaat staan. Het is ongelooflijk, stap voor stap iets anders. Dat is wat ik hier zie. Kijk nou toch, kreeft. Kreeft, er is hier iets met een commitment aan jezelf. Je doorziet dingen. Je weet dat je de stappen in het verleden altijd hebt gezet op basis van oud gevoel. Angst, codependency, angst voor verlies, angst voor verandering. Maar je gaat daar uitstappen. Je gaat uit dat oude gevoel om in een nieuwe ervaring, in een nieuwe situatie, opnieuw iets te kunnen beleven. Het is fantastisch. Onderhuids, er zit iets onder je huid. Dat is dat oude gevoel. Je hebt nog een lange weg te gaan, maar je ziet het. Je ziet het. Je wil onder het juk van anderen weg. Van één iemand in het bijzonder of andere mensen waarvan je denkt, nee, ik wil het zelf uitzoeken. Ik wil het zelf uitzoeken. Wat staat hier? I remember every detail of that day. Dit is mooi. Ik heb het gevoel dat dit de kreeft is die dit denkt. Je zit in een herinnering. Dat heeft ook te maken met oud gevoel en met beïnvloeding. I remember every detail of that day. Er is hier iets gebeurd met een kreeft. Er is een kreeft die iets heeft ervaren wat je wakker heeft gemaakt. Wat je niet meer wil, omdat je zo goed weet hoe je toen hebt gehandeld. Je bent uit je jasje gegroeid. Je gaat uit je stappen. Je gaat andere stappen nemen. Je gooit je oude stappen weg. Ja, ik zeg het in krom Nederlands, maar het is precies wat ik bedoel te zeggen. Oh, leeuw. Wat is er met de leeuw? Leeuw, waar ben je mee bezig? Ben je ergens op rooftocht? Kijk eens, het zijn er al twee. Wat zeggen de Colette-kaarten?
zeggen de Colette-kaarten. En weet dat in een lidmaatschap waar ik ook de 12 boodschappen zal geven voor 12 individuele tekens, dat het daar wat uitgebreider zal zijn of op een andere manier. Wat is er voor de leeuw? Wat is er voor de leeuw? En uiteraard zal ik in de loop van de tijd ook andere dingen gaan uitproberen. Hè? We blijven gewoon in de gratis readings. Maar bij het lidmaatschap zal ik ook andere dingen uitproberen. Kijk waar je zin in hebt om te volgen. Leeuw. Die moet ik hebben. Die moet ik hebben. En wat is de hidden truth? Wat is een goed bewaard geheim voor jou, leeuw? Ik doe hem nog even zo. Deze gaat terug. Deze raakt de tafel. Ik ben heel erg benieuwd. Wat ben je aan het doen? Je krijgt op een of andere manier herkenning voor iets wat je hebt gedaan. En dat hoeft niet zozeer, hoe zal ik het zeggen, iets in een echte actie. Het kan zijn dat je met iemand hebt meegedacht, dat je iemand geholpen hebt. Je wordt herkend voor iets wat je hebt gedaan. Dat is fijn. Someone you know is undependable en insincere. Ik hoop niet dat er iemand is die probeert om met jou zoete broodjes te bakken om er uiteindelijk zelf beter van te worden. Hou het in de gaten. Wees op je hoede, op een gezonde manier. Je hoeft niet achterom te kijken. Maar het kan zijn dat iemand jou eerst iets geeft om er daarna ergens met de poet vandoor te gaan. Dat is wat ik voel, maar je wordt wel begeleid. Je krijgt bescherming. Je krijgt bescherming. Maar ik heb het gevoel dat er hier een leeuw is. Die is hier wel tegen opgewassen. Dat spelletje ken je al. Het geeft groei, opruiming in contacten. Dat is ook wat ik voel. Waarom zit je zoveel op je social media? Wat is er aan de hand? Het is tijd voor een time-out. En je zit met iemand niet op dezelfde golflengte. Er is iemand die je mag laten varen. Dit heeft te maken met iemand die iets... Een oneerlijk persoon. Iemand is oneerlijk. Iemand is onberekenbaar. En ik heb het gevoel dat je wel een vermoeden hebt, maar je laat het toch gebeuren omdat je niet zeker bent van je zaken. Je bent er niet zeker van. En er is hier ergens, wat ik al zei, zoete broodjes bakken aan de voorkant en uiteindelijk jou voor een karretje spannen. Dat is wat ik zie. You don't know how hard it was to let you go. Is het misschien iemand die uiteindelijk een geliefde die het niet kan hebben dat je niet meer bij hem of haar bent, man of vrouw? Iemand die ontzettend veel moeite heeft om jou los te laten of iemand die jij heel erg moeilijk kan loslaten. Neem een time-out. Ben je nog gevangene van je WhatsApp, van je mail om te kijken of iemand contact met je opneemt? Ik voel hier ook dat klitten, die emotionele lijn waar je nog niet van klaar bent. Ik voel codependency. Het is een time-out. Er is een time-out nodig, leeuw. Er is echt een time-out nodig. Je weet waarom je met iemand niet goed bent. Want jullie zitten niet op dezelfde lijn. En toch zit er ergens een kleef, een zwaankleef aangevoel. Niet zonder elkaar en niet met elkaar kunnen. Maagd, wat is er voor jullie? Maagd, kan heel goed zijn, leeuw. Nog even naar jou. Dat er iemand is die probeert om zoete broodjes te bakken. En dat die persoon is waarmee je in een lijmsituatie zit. Maar iemand waarmee je niet zonder kunt. En dat iemand toch weer probeert om ergens binnen te komen door de achterdeur. Dat is wat ik voel. Wat hebben we hier? Maagd. 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 Oh, het zijn er veel te veel, maar ik pak ze wel. Het moet gewoon. Het moet gewoon. 2 Colette-kaarten. Niet meer dan 2. 2 Colette-kaarten voor de maagd. Deze moet het zijn. En wat is er aan de hand, maagd? Waarom moet je zoveel tea leaves hebben? Moet je iets aan iemand duidelijk maken met heel veel woorden?
Moet iemand iets aan jou duidelijk maken? Dat je het niet meteen in de smiezen hebt wat er aan de hand is? Dat er zoveel kaarten nodig zijn? Wat is dat met jou? In wat voor energie zit het hier? En dan wil ik ook nog een bewaard geheim. Iets wat jij niet weet of iets wat de ander niet weet van jou. Ik moet deze hebben voor de maagd. We gaan kijken. Er heeft iemand iets heel onhandigs gedaan. En er valt wel iets te vieren. En dat heeft te maken met carrière. Kan zijn dat je intern in de organisatie, dat je anders gaat werken. Dat je meer verantwoordelijkheid krijgt. Ik weet niet wat het is, maar er is... Kijk eens, wat zeg ik net? Ik zie nu pas de kaart. Het gaat hier over een nieuwe baan. En tevens heeft het te maken met toeslag, met opslag. Je krijgt meer verantwoordelijkheid, dus ook meer salaris. Dat is wat ik hier zie. Er is hier absoluut een maagd die iets te vieren heeft met een nieuwe baan. Of een baan met meerdere rollen. Een baan in dezelfde organisatie. Of misschien ga je wel als zelfstandige. Maar er is hier ook iemand heeft iets stoms gedaan. Iets doms, iets klunzigs. En je krijgt een advies van een vriend. Ik ben heel erg benieuwd. Emotionele schoonmaak. En je komt ergens niet uit. Je krijgt de puzzel niet rond. Gaat het je lukken, maagd? Ik heb het gevoel dat je die puzzel mag laten. Die puzzel heeft te maken met iets wat er gebeurd is wat je niet kunt rijmen. Er is hier iets gebeurd wat niet handig is. En je kunt er de vinger niet op leggen. Maar ik vraag me af hoe lang je er last van houdt. Heb je zelf iets gedaan wat niet handig was, maar waarbij wel de uitkomst uiteindelijk oké is? Heb je geen goede onderhandeling gedaan met de nieuwe baan? Er is hier iets. Je weet niet, je weet het niet. Ik voel een maagd die zegt, hoe kon ik dat nou doen? Hoe kan ik nou zo stom zijn? Hoe kon ik dat nou doen? Maar iemand die gaat het relativeren, want het komt uiteindelijk wel goed. En er is hier ook een maagd die te maken heeft met opruiming in het hoofd. Jouw hoofd, man of vrouw. Emotionele schoonmaak. Ik krijg heel sterk het gevoel dat er hier een maagd is die, ja, die wil opnieuw beginnen. En dat doe je in ieder geval op werkgebied. Er is iemand die jou wil vertellen hoe zij of hij zich voelt. Ben je nog geïnteresseerd, maagd? Ik krijg het gevoel van niet. Ik denk dat het te laat is. Je hoofd staat er niet naar. Het is te laat. Je bent al verder in je emotie. Dit is niet de puzzel. Dit is niet de puzzel. Er is hier een maagd die op dit moment geld belangrijker, geld en carrière, sorry, belangrijker vindt dan liefde. Dat is wat ik zie. Nou, het is wel heel veel. Het is positief. Maar je hebt iets gedaan wat je in de business niet handig vindt. Laat het los, maagd. Het maakt niet uit. Het is al gebeurd. Het contract wordt al getekend of is al getekend. Weegschaal. Wat is er voor jullie? Weegschaal. Oh, kijk eens. Weegschaal. Weegschaal. Ik wil nog 2 tealeaves voor de weegschaal. Kijk eens. Nog 1. Deze moet het zijn. Oh, het zijn er 2. Dat mag. En dan nog 2 Colette-kaarten. Twee Colette-kaarten voor de korte boodschap voor de weegschaal. Deze moet eruit. Het zijn er 2. En dan wil ik ook nog een goed bewaard geheim. Iets wat er in jouw hoofd zit. Iets wat je misschien ooit wil uitspreken. Of iets wat een ander naar jou wil uitspreken. Ik laat degene die de tafel raakt, laat ik liggen. Het zijn flinterdunne kaartjes. Vertrouw op mij en op mijn intuïtie. We gaan kijken.
Feeling tied down or frustrated. Een gefrustreerde weegschaal. Het lijkt wel alsof je klem zit. Het lijkt niet, het is zo. Er zit hier een weegschaal klem. Het lijkt wel alsof je inderdaad in je wegen, in je wikken en wegen klem zit. Dat je niet weet hoe je verder moet. We gaan kijken wat het betekent, wat er uitkomt. Er is kracht voor nodig om succesverzekerd te zijn. Zit je daarmee, weegschaal? Weet je niet hoe je moet gaan scoren? Ik hoor het woord scoren. Punten, scoren. Het kan ook om geld gaan. Camel. Kijk nou, als je doorzet, overkom je je problemen. Maar dat kan pas op het moment dat je weet hoe je uit die klem kunt komen en dat je die frustratie opzij kunt zetten. Je zit in een koppigheid. Ik vind het ongelooflijk. Het zegt voor mij hier ook, hè? Het lijkt op een soort weegschaal. En dat is misschien ver gezocht, maar zo zie ik het wel. Er is hier iets waarin je niet meer kunt wikken en wegen. Het lijkt wel alsof je afhankelijk bent van een ander om de weegschaal weer in beweging te krijgen. Wat is er aan de hand? Marriage. Er ligt hier een commitment. Het hoeft niet een huwelijk te zijn. Het kan een huwelijk zijn. Het kan ook een verbinding zijn met iets anders, met iets nieuws. Maar je zit ergens mee. Misschien is het wel letterlijk een huwelijk dat je aan de vooravond staat van een commitment of van een relatie. Het hoeft nogmaals niet meteen een trouwerij te zijn, maar dat je eigenlijk niet weet wat je van die ander vindt. Dat je daarin zo stuk zit, zo vast zit, zo klem zit. Je weet het niet, omdat je het niet voelt. Is het lust? Is het liefde? Wat wil ik met die persoon? Wat ik niet had moeten appen. Is dat wat je ook dwars zit? Er is hier iets. Je zit met jezelf in een knoop. Ik voel de knoop gewoon. Er is een weegschaal die twijfelt. Er is innerlijke verdeeldheid. Weegschaal. Derde wiel. Ik wilde bijna zeggen de derde weegschaal. Het derde bakje eraan. Het is ongelooflijk. Zit je in het midden van twee mensen? Word je gebruikt als derde wiel of voel je jezelf als derde wiel? Wat is er aan de hand? Heb je een vermoeden? Of ben jij degene die de veroorzaker is van een driehoeksverhouding? Het lijkt wel letterlijk alsof je klem zit. Het lijkt wel alsof je een klem op je keel hebt. Dat je niet mag praten, dat je iets geheim moet houden. Dat er misschien een geheime liefde is. Wat zegt de hidden truth? I hid who I really am from you. Oh, weegschaal. Dit is ongelooflijk. Dit is eigenlijk zeg maar de onthulling op wat hier op tafel ligt. Ik heb het gevoel dat er hier iets niet doorgaat in een commitment, omdat er een driehoeksverhouding is. I hid who I really am from you. Er is hier iets met drie personen. Er is hier iets. En ik heb het gevoel dat er in ieder geval twee van de drie mensen compleet vastzitten, in de klem zitten. Hoe moeten we dit gaan oplossen? Het kan een beetje spooky, cryptisch klinken, maar dit is zoals ik het moet zeggen. Degene voor wie dit bedoeld is, die weet exact wat ik bedoel. Ik denk dat er een commitment niet doorgaat of dat er een commitment verbroken wordt. Schorpioen, wat is er voor jullie? Schorpioen, ik moet even alle de kaartjes weer terug doen. Wees nooit bang dat de kaarten niet allemaal gebruikt worden. Kijk eens, grapes, die heb ik lang niet gezien. Schorpioen, het is tijd om fun te maken. Plezier. Ik wil nog één kaart. Deze moet eruit. Schorpioen, wat is er? Wat
is er voor jou? Welke boodschap mag je horen? Moet je horen? Wil je misschien niet horen? Is het een spiegel? Kijk eens. Het zijn er twee weer emotionele lijn. Er zitten zoveel mensen aan elkaar vastgeplakt. Een soort onvrijheid. Dat je niet weet hoe je daar vanaf moet komen. Daar ga ik echt nog een keer een live uitzending over maken. Over codependency. De verslaving aan een ander. Slecht gedrag belonen. Al die dingen. Maar we gaan terug naar de schorpioen. En daar heb ik ook echt meer leden voor nodig om een live uitzending te kunnen maken. Zodat we echt met een volle bak op elkaar kunnen reageren in die chat. Komt goed, komt goed. Stap voor stap. Wat is er aan de hand, schorpioen? Ik ben toch wel, weet niet, ik voel een beetje een... er is een sterke emotie. En dat kan liefde zijn of haat. Je zit zo vast. Er zit hier werkelijk een schorpioen vast. Ik zei het al. En dat komt ook door deze kaart die ik al zag. Je zit ergens zo in vastgezogen. Het is tijd om luchtig en licht te gaan leven de komende periode. Grapes. Ja, druiven. Ik weet niet of je gezond eet, maar ik wou bijna zeggen grapes. Hè? Grapes, grapjes. Het is de bedoeling dat je een beetje weer gaat lachen, schorpioen. Je zit zo vast in iets. Je zit zo vast en je ziet beren op de weg. Ik denk toch dat het te maken heeft met een onbeantwoording in liefde, in leuk vinden, in lust. Je weet niet hoe de ander denkt. Je loopt te gissen. Je zit in het luchtledige te bedenken hoe het kan zijn. Wat zegt deze kaart? Unsuccessful outcome to a problem. Er is hier een schorpioen die absoluut met een probleem te kampen heeft. En ik weet niet of dat te maken heeft met die emotie. Met die emotionele lijn tussen jou en die ander. Man of vrouw. Maar er komt iets niet meer goed. En ik ben toch bang dat het komt omdat je... We zeggen altijd, hè, angst is een slechte raadgever. Dat je zo negatief en onzeker in de wedstrijd zit. En zoveel beren op de weg zit. Dat het vanzelf kapot gaat. Ik kan er niks anders van maken. Het is tijd om dingen achter je te laten en om lol te gaan maken. Wat wil de Hidden Truth zeggen tegen de schorpioen? Of wat denkt de schorpioen? It was my fault, but I blamed you. Er is hier absoluut sprake van schuld. Met de vinger wijzen naar de ander. Ik denk dat hier een schorpioen is die heel erg toe is aan rust. Je hebt je van alles in je hoofd gehaald. Ja, ik denk dat er een schorpioen is die op een of andere manier de vinger heeft gekregen. Dat er met de vinger naar jou is gewezen, terwijl de ander zich niet heeft gedragen. Dat is wat ik hier zie. We gaan naar de boogschutter. Boogschutter, wat is er voor jullie? Oh, dat zijn er veel te veel. Boogschutter en tea leaves. Kijk eens, daar liggen ze al. Oeh. En wat zeggen de Colette-kaarten? Wat zeggen de Colette-kaarten? Boogschutter. Hoe gaat het met je boogschutter? Er is een... donkerharige vrouw of een donkergetinte vrouw in je energie. Een moeder, een dochter, een vriendin of een collega. We gaan zien. We gaan kijken of het verder te duiden is. Ik ben heel erg benieuwd. Beware of self-delusion. Je neemt jezelf in de maling, boogschutter. Je droomt. Je maakt je eigen verhaal. Ik zie nu jou hier liggen en denk, waar heb jij je pijlen op gericht? Je hebt jezelf in de maling genomen. Er is hier een donkerharige of donkergetinte vrouw die van betekenis is in deze korte boodschap voor jou.
En er is ook een advies van een vriend. Ik denk toch dat het te maken heeft met een fling, met een verliefdheid. Iets wat jij ziet in een ander, waarvan je zelf hebt gehoopt dat het wederkerig zou zijn, wederzijds. Maar deze persoon, die speelt een hele andere rol dan dat jij diegene hebt toebedeeld. Ik weet even niet of dit liefde is, weet ik niet. Het kan zijn dat je je vergist hebt in een collega. En deze kaart geeft aan zelfbedrog. Maar ik voel heel duidelijk in deze boodschap dat zelfbedrog te maken heeft met het saboteren van jouw gevoel. Je hebt er iets van gemaakt wat niet de waarheid is. Dat is wat ik zie. Er liggen hier drie kaarten. Kijk nou. Zelfbedrog, illusies. Je hebt jezelf in een zeepbel, een zeepbel gecreëerd. En die gaat doorgeprikt worden. Je leeft in een illusie. Je leeft in zelfbedrog. Het heeft allemaal te maken met zelfbedrog. Keuzestress. Er is wel overvloed. Dat is niet je punt. Ik ben blij dat dit geregeld is. Absoluut. Maar je hebt jezelf iets wijsgemaakt. We gaan kijken in de Hidden Truth. Kunnen we hier het antwoord uithalen? Hoe je werkelijk stiekem toch echt weet hoe het zit? Of wat een ander jou mag zeggen? Ben je zelf deze vrouw? Wat heb je jezelf wijsgemaakt? In welke illusie leef je? De zeepbel, waarom zeg ik bil? De zeepbel gaat worden doorgeprikt. Absoluut. Kijk eens, dit moet hem zijn. I wonder if you are happy without me. Poeh. Er is hier duidelijk iemand die zich afvraagt of je gelukkig bent zonder hem of haar. Wie is deze vrouw? Er is iemand heel dominant aanwezig. Ik denk dat je je illusies maakt, boogschutter. Ik denk dat er iemand is die al lang verder gaat met zijn leven. Het spijt me dat ik dit moet zien. Ik kan het niet anders maken. Ja, misschien zit je nog op een roze wolk omdat iemand niet duidelijk is geweest. En daardoor blijf je in de illusie hangen. Steenbok. Steenbok, wat is er voor jou? Steenbok, kijk eens. Steenbok. Veel te veel. Ik wil er nog maar één. Ik wil nog één tea leaf voor de steenbok. Het zijn er twee, dan is het oké. Als het moet zijn, dan moet het zijn. Twee coletkaarten graag voor de steenbok. Moet je horen, steenbok. Deze moet eruit. Kijk eens. Een steenbok die zoetigheid nodig heeft. Absoluut. We gaan eerst hier naartoe. Ik ben zo benieuwd. Je krijgt kritiek, steenbok. Ja, en die kritiek is niet van de lucht. Maar de vraag is, wat doe jij ermee? Laat je het ene oor in en het andere oor uit? Of ga je ermee aan de slag? Haal je eruit wat voor jou absolute groei kan betekenen? Omdat je denkt, ja, daar zit eigenlijk wel wat in, daar wil ik wat mee. Wil je met diegene in gesprek erover? Is het een collega? Is het een liefdespartner? Ik denk dat die ander het goed bedoelt. En niet doet om je te kwetsen, maar om je verder te helpen. En dat zijn nou juist precies de mensen waar je meestal geen zin in hebt. Er staat een spannende gebeurtenis te wachten. En er is rijkdom, er is geld, dat is fijn. Je bent bezig met jezelf. Je bent bezig met jezelf. Het kan zijn dat er een steenbok is die letterlijk naar een nieuw huis vertrekt, maar er is iets met je.
Ik heb ook het gevoel dat er een steenbok is die zelf in haar of zijn houding iets anders gaat doen. Misschien kom je wel opeens terug met heel kort haar. Of heb je je kledingstijl veranderd. Of ga je op een of andere manier op de hippe toer. Of juist niet op de hippe toer. Ga je in een andere modestijl iets doen of ga je iets avonturieren? Er is iets waarmee je jezelf een oppepper geeft. Ja, er is hier een steenbok die een verandering doorgaat, een verandering. Maar je hebt ook behoefte aan zoetigheid, want het valt niet mee. Je wil het, je wil veranderen, je wil transformeren. Neem daar ook die feedback van die ander in mee en kijk wat het met je doet. Als het pijn doet, kan het zijn dat er nog iets geheeld mag worden in je. Maar ondertussen heb je wel behoefte aan zoetigheid. Kijk nou, het heeft te maken met loslaten. Ongelooflijk. Ja, loslaten heeft namelijk ook te maken met transformeren. Eigenlijk alsmaar. Er is hier toch een steenbok die een dierbare gaat loslaten. Ja, met pijn in je hart, maar je weet dat het moet, het moet. Het kan zijn dat het met een overlijden te maken heeft. Het kan zijn dat er iemand al overleden is, maar dat je weer een stukje verder gegroeid bent in jezelf om bijvoorbeeld weer eens een fotoalbum te kunnen bekijken. Dat je iemands stem kunt horen op band. Dat je merkt dat de scherpheid weg is. Geneigd bent om open te staan voor herinneringen. Dat is wat ik een beetje doorkrijg. Maar alles wat je doet in je groei valt niet mee, maar je doet het wel. Het is echt heel bijzonder. Je wil vooruitgang boeken. En ik heb het gevoel dat de omgeving daar ook een duit in het zakje doet. Ja, door feedback te geven waar je geen zin in hebt, maar je neemt het ook maar mee op je schouders. Dit is de kaart. I feel you even though we are apart. Kijk nou toch eens. Ik moet dat echt eventjes laten zien. Dit is echt zo bijzonder. I feel you even though we are apart. Dit kan zijn. Ik heb toch het gevoel dat er hier een steenbok is die misschien in de maand januari met een overlijden te maken heeft van iemand. Een sterfdag in januari. Iets wat je al lang hebt moeten loslaten en wat nooit went. Maar dat je op een of andere manier, wat ik net al zei, dat je steeds meer het onder ogen durft te zien en het te durven voelen. Het verdriet is niet weg. Maar je kunt er wat makkelijker voor jezelf mee omgaan. Stapje voor stapje. Dat heeft hiermee te maken. I feel you even though we are apart. En deze kaart kan natuurlijk zoveel betekenen. Maar ik voel hem in deze boodschap. Voel ik hem dat het te maken heeft met iemand die jij los moet laten. En ik heb toch het gevoel dat het met overlijden te maken heeft. Van ik moet je laten gaan, het is niet anders. Of ik heb je moeten laten gaan, het is niet anders. Waterman. Waterman, wat is er voor jou? Oeh, nou, dat is wel een beetje heel veel. Ik wil er maar drie. Ik wil er drie. Kijk eens, er klapt er eentje om. Die moeten we al hebben. Wauw, een vlinder, fijn, luchtig. Deze gaan terug. Ik wil er twee. Ik wil er twee. Kijk eens. Hij moet er toch uit. Ook al lacht hij al, hij moet eruit. Kijk eens. En dan gaan we naar de coulettekaarten. Veel te veel. Wat is er aan de hand, Waterman? Wil je alles? Ben je gulzig op dit moment? Een Waterman die misschien ook ontzettend veel trek heeft. Trek in het leven, trek in een taart. In veel. Waterman, kijk eens. Oeh.
deze moet eruit. En dan nog een hidden truth. Waar denk je aan, Waterman? Ik heb het gevoel dat het in jouw hoofd zit. Er is hier iets toxisch. Wat is er zo toxisch? Is het er één? Ja, en die glijdt er zomaar uit. Ik ben heel erg benieuwd. Er is in ieder geval een vlinder. Ja, er gaat een positieve wending komen. En dat zou ik eigenlijk willen, dat lijkt erop alsof er iets is wat niet zo fijn is. Ik heb het gevoel, er is iets toxisch, maar er komt een positieve wending. Het gaat zich ten goede keren, wat het dan ook is. En er is hier een waterman die heel erg doelgericht bezig is. Ik heb het gevoel dat je, dat je hard aan het werk bent. Je bent hard aan het werk om af te komen van iets wat niet gezond is voor je. Wat zei ik net? Heb je te veel trek? Heb je trek in dingen? Er is iets waarin je te veel bent. Misschien te veel met eten of te veel met werken. Er is ergens een te. Dat is wat ik hier voel. You will be taken care of in difficult times. Dat is wel heel erg fijn, maar ik heb het gevoel dat je jezelf, dat je het wel rooit. Je rooit het. Ik denk dat je veel te veel, er zit ergens een te veel. En bij alles waar je te voor zet, is eigenlijk niet goed. En dat kan heel goed met eten te maken hebben. Je hebt een doel voor ogen. Je hebt een doel voor ogen. Je wil af van een patroon, een ongezond trekje van je. Jij weet wat het is. Je weet het. Jij weet het. Maar je weet ook iets niet. Je weet iets niet. Nee, je weet niet wanneer je er vanaf bent. Wat zegt de hidden truth? I hid who I really am from you. Ik heb toch het gevoel dat er hier een waterman is die iets doet wat de ander niet weet. En wie die ander is, dat kan een liefdespartner zijn. Misschien heeft het te maken met drinken. Er is ergens iets verborgens. I hid who I really am from you. Er is hier een waterman die iets doet, een toxische gewoonte heeft. En je werkt eraan. Het gaat zich ook ten goede keren. Je bent werkelijk op je doel gefocust. En je wordt daar ook in geholpen. Maar je weet niet wanneer het uiteindelijk, dat je kan zeggen, de verslaving voorbij. Ja, waterman. Verslaving. Het is iets waar jij in doorschiet. En daarom noem ik het verslaving. We gaan naar de vissen. Iets waarbij je niet zonder kunt. En of dat nou werken is of iets anders, dat maakt niet uit. Dat weet jij. Maar je hebt het iemand niet verteld. Vissen. Wat is er voor jullie vissen? Kijk eens. Kijk eens. De vissen. Je maakt je weer zorgen over niks. Over gelijkgestemde. Vissen met vissen. Kan zijn dat je met een vissen getrouwd bent. Of dat je een relatie hebt met vissen. Of dat je een close collega hebt met vissen. Maar er is iets waar je je zorgen over maakt. Maar dat hoeft niet. Ja, kan zijn dat je niet meer weet of je wel op dezelfde golflengte zit. Is dat het, vissen? Wat zeggen de coletkaarten hierbij? Deze wil ik hebben. En het zijn er twee. Ja, je maakt je ergens zorgen over. De kus van een kind. Wauw, ik ben heel benieuwd wat dit betekent. Er is overvloed. Er is overvloed. En wat ik nou zo mooi vind, hè? En misschien is het gek dat ik dat zeg, maar er is hier heel duidelijk een vissen die goed eet, goed voor zichzelf zorgt, gezond eet, vette vis. Ligt hier twee keer. Vette vis, de gezonde oliën van de vis. Heel bijzonder. Fruit, vis, heel gezond.
Maar je bent streng voor jezelf. Je bent streng voor jezelf. Wat is er aan de hand? Waar maak je zorgen over? You feel something is lacking in your life. Is dat het, vissen? Ben je ergens voel je een tekort? Je voelt een tekort. Aan geld ligt het niet. Er is overvloed. Maar het lijkt wel alsof je een beetje doelloos bent. Misschien zijn de kinderen allemaal het huis uit. Of kleinkinderen het huis uit. Of die wonen misschien te ver weg. Dat je de liefde mist van een kleinkind. Of van je eigen dochter. Of van je zoon. Ik denk dat dat is wat je... Je hebt alles. Je zorgt goed voor jezelf. Maar je mag niet zoveel van jezelf. Het lijkt wel alsof je jezelf op je kop geeft dat je iets te mouwen hebt. En dat mag, vissen. Je mag iets missen. Je mag daar voor wensen dat het er wel is. Ik denk dat het te maken heeft met het gemis van een kind. Ja, het kind van een kind. Ik ben heel benieuwd. I know I was a distraction from your pain. Poeh. Iemand weet dat hij of zij een afleiding was van jouw pijn. Heb je een troostrelatie, vissen? Is dat het? Is dat het wat je mist? Mis je de werkelijke liefde? De werkelijke diepe, diepe, diepe affectieve liefde? Is er een iemand in jouw leven op dit moment die jou eigenlijk gebruikt als troost? Of dat jij iemand gebruikt als afleiding omdat je het werkelijke gevoel van wat je werkelijk mist in je leven, om dat niet te hoeven voelen? Oeh, vissen. Zorg goed voor jezelf. En probeer hetgene wat je zo mist, om dat ook werkelijk te voelen. Ga daar doorheen. Een ander kan dat niet vervangen. Maar maak je niet te veel zorgen. Probeer er doorheen te gaan. Nou, lieve tekens. Dit waren zeer pittige boodschappen voor de 12 tekens. En kijk ze ook vooral allemaal, want we hebben allemaal iets van elk teken. En als je lid wil worden, druk op de knop, komt helemaal goed. Niets hoeft, alles mag. Succes!